Le correctie aangezicht. Le For 1. De Le For 1 operatie is de eerste correctie van het aangezicht die in deze animatie wordt behandeld. Bij deze ingreep kan een naar achter liggende bovenkaak gecorrigeerd worden. Door een achterblijvende groei van de bovenkaak staan de tanden niet goed op elkaar, wat lastig is bij eten. Ook is er bij zo'n korte kaak minder ruimte achter in de keel, waardoor ademhalen soms lastig kan zijn. Bij deze Le Fort 1 operatie worden geen littekens aan de buitenkant gemaakt. Alles kan via de mond. De bovenkaak wordt losgemaakt en naar voren gezet. Als het maar een klein stukje is, kan dat direct bij de operatie bereikt worden. Als de afstand groter wordt, dan gebeurt dit met behulp van distractie. De kaak wordt dan langzaam naar voren gedraaid in de loop van een paar weken. Dit gebeurt met behulp van zogenaamde distractoren, die zowel inwendig als uitwendig aangebracht kunnen worden. Door de kaak naar voren te schuiven, komen de boven- en onderkaak goed op elkaar te staan, waardoor eten makkelijker wordt, er meer ruimte in de keel ontstaat en het profiel van het aangezicht normaliseert. Lefort 2 de LeFOR 2-operatie is een variatie op de LeFOR 1. Bij deze methode is distractie met een extern frame gebruikelijk. Dit frame wordt gebruikt om de botdelen langzaam, met een millimeter per dag en in de loop van een aantal weken, te verplaatsen naar de gewenste positie. Het frame blijft meestal in totaal zo'n drie maanden zitten. De ingreep zelf lijkt erg op de LeFOR 1, omdat ook hier via de binnenkant van de mond geopereerd kan worden. Wat extra is, is dat naast de bovenkaak ook de neus naar voren wordt verplaatst. Door ze samen te verplaatsen, komt het centrale deel van het aangezicht op niveau met de rest van het aangezicht. Le Fort 3. Bij een Le Fort 3 operatie wordt het gehele aangezicht, dus bovenkaak en neus, Samen met de jukbeenderen en de oogkasranden naar voren verplaatst. Hiervoor wordt bij voorkeur het externe distractieframe gebruikt, op dezelfde manier als bij de Lefort 2-operatie. In sommige gevallen kan er ook gekozen worden voor interne distractoren, al dan niet in combinatie met het uitwendige frame. Deze operatie heeft bijvoorbeeld ook invloed op de bedekking van de ogen omdat de oogkassen dieper worden gemaakt en de oogleden daardoor beter om het oog kunnen sluiten. Bij een Le Four 3-operatie worden zowel de bovenkaak als de neus en de jukbeenderen naar voren verplaatst. Met deze operatie kan de balans van het gezicht in drie dimensies hersteld worden. Hierdoor wordt de aangeboren afwijking voor de buitenwereld vaak een stuk minder opvallend. Monoblok. In sommige gevallen is het nodig om naast de correctie van het aangezicht ook de schedel te vergroten. De combinatie van een aangezichts- en voorhoofds- of schedelcorrectie wordt een monoblok genoemd. Net zoals bij de Lefort 3 wordt er bij deze operatie vaak voor een extern frame gekozen om het geheel te verplaatsen. Het voorhoofd wordt losgemaakt om het samen met het aangezicht naar voren te verplaatsen. Ook hierna blijft het frame ongeveer drie maanden zitten. Aan het einde van de behandeling is er niet alleen een beter profiel, maar ook meer ruimte voor de hersenen, passen de tanden beter op elkaar en is er meer ruimte om adem te halen. Fasiotomie De fasiotomie, als laatste ingreep in deze serie correcties van het aangezicht, wordt gebruikt om te ver uit elkaar staande oogkassen te corrigeren. Meestal zit er dan te veel bot tussen de oogkassen in. Bij de operatie wordt er daarom een wig tussen de oogkassen uitgehaald. Hierdoor ontstaat er ruimte om de oogkassen naar elkaar toe te laten kantelen. Bijkomend voordeel van die draaiende beweging is dat het daarmee ook lukt om de kiezen in de bovenkaak beter op elkaar te krijgen. Soms is het daarbij nodig om met distractie het aangezicht tegelijkertijd naar voren te verplaatsen. De oogkassen en de bovenkaak kunnen in één operatie op de juiste plek terechtkomen, waardoor het uiterlijk meer in balans komt en minder op zal vallen. De dokter zal per geval bekijken of een operatie nodig is en welke van al deze opties dan de beste oplossing is.